De prijs voor de beste fanshop van het land gaat naar KRC Genk. Dat blijkt uit de 360 graden stadiontest, waarbij alle eerste klasse voetbalclubs uit ons land onder de loep genomen zijn. Bij KRC zijn ze aangenaam verrast. Ik ben zeker fier. Sinds vorig jaar, het seizoen 14-15, heeft KRC Genk de fanshop terug in eigen beheer. Daarvoor werd het uitbesteed aan een andere handelaar. En om nu na 1,5 seizoen te horen dat we als eerste in België uitkomen, dat doet zeker veel plezier. Volgens de onderzoekers is de winkel aantrekkelijk ingericht, zijn de prijzen aanvaardbaar en kunnen de supporters online en ter plaatse uit een ruim aanbod kiezen. En de echte fans, die willen een gepersonaliseerde shirt. Vroeger was het heel ambachtelijk, moesten we lettertjes aan elkaar kleven en dat was nogal tijdrovend en ook niet altijd helemaal precies. Sinds dit jaar hebben we een hele geavanceerde snijplotter staan en is gewoon met één druk op de knop. En de gewenste naam komt gewoon uit het toestel gerold. Behalve voor de fanshop krijgen de Belgische voetbalclubs ook een cijfer voor bereikbaarheid, zitplaats, drank, eten en toilet. Voor bereikbaarheid krijgt de club een score van 6,7, wat toch net iets beter kan. Ja, inderdaad, de bereikbaarheid komt wat beter. Natuurlijk zijn we daar als club afhankelijk van wat de overheid doet. Wij kunnen geen nieuwe wegen aanleggen, er zijn twee toegangswegen. Het enige wat we als club kunnen doen, en daar doen we ons best voor, is uiteindelijk een aantal alternatieven zoeken. En een van die alternatieven is onze overeenkomst met de lijn, waarbij we met de bus naar hier kan komen vanuit alle hoeken van de provincie. En in tweede instantie is het feit dat we als club ruime parkingmogelijkheden hebben, ver rond het stadion. En daardoor ook denk ik dat wij een unicum zijn in België. Of geen kampioen speelt dit seizoen is nog even afwachten. Maar dat het niet aan de supportersoutfit zal liggen, dat staat wel al vast. November komt Sinterklaas aan in Limburg. We verwelkomen de Sint in Aldebieze in Bilze, waar hij zijn intrek neemt in het Sintpaleis. Alle kleine en grote kinderen zijn van harte welkom. Of kijk naar TV Limburg voor de live-uitzending van de intocht van Sinterklaas vanuit het Sintpaleis in Bilze. Maandag 2 november van 3 tot 5 op TV Limburg. Met de medewerking van de stad Bilze, het Belang van Limburg en TV Limburg.